je wil. Ja. Adrie Poldervaart, jullie verliezen vandaag met 2-1 van Excelsior Maassluis. Lag het aan de tegenstander, aan de scheidsrechter of aan jezelf? Ik heb alleen maar invloed op mezelf en wij hadden meer moeten scoren. Want jullie hebben niet heel veel uitgespeelde kansen gecreëerd volgens mij. Vind je? Ja. Daar denk jij anders over dus. Ja. Eerst zelf Maurits, twee keer Daniel Essayas in de korte hoek. De kopkans van Aerts in de 45ste minuut. Welke uitgespeelde kans hebben zij gecreëerd? Ook bijna niks. De tweede helft eigenlijk alleen maar een afstand. Niet ook. Ja. Ik geef het je nu aan en dan schiet Monster schiet op de paal bij 2-1 achterstand. Ja. We maken 1-1 direct na de rust, een prachtige terugkomer. Nou, dat zei in de counter met me, ik heb nog twee man achterin, zal op de paal schieten. Ja, dat mag dan zo zijn. Ja. Want het veldspel van Barendrecht was wel goed. Ja, ik denk dat dat het beste recept is. En daarom een wedstrijd winnen op basis van incidenten, dat is denk ik, geeft geen goede houvast. En hetgene wat wij hebben gepoogd vandaag te doen, denk ik wel. En ik denk dat we daar heel veel complimenten voor krijgen. En ik denk dat dat ook de manier is. Het is jammer dat je dan niet beloond wordt. En dat je dan door twee penalties, waar al wat discussie over is. En wij hebben ook zo'n situatie gehad, dat die dan zo'n wedstrijd uiteindelijk gaan beslissen. Want de eerste penalty, volgens Niels Redert, werd hij aangeraakt. Hoe zag jij dat? Ik kon dat niet zien, maar Niels zal altijd zeggen dat hij aangeraakt wordt, ja. De tweede situatie, heb je die wel goed kunnen zien? De tweede was met Berghout, die gaat buitenom en de jongens hebben expliciet gezegd. En de cameraman van ons heeft gezegd dat hij daarin niet werd geraakt. Nou, dat gaat zo snel. Scheidsrechter besluit, maar als het zo snel gaat, dan had Essayas ook een penalty. Want zijn schoen is daar gewoon van de tik, heeft een tik erboven op zijn schoen gekregen. Die was daar zwart. Hij zegt trainer, hij zegt echt geraakt. Nou ja, goed, klaar. Het gevolg is wel dat hij daarna doorgaat met praten en een domme tweede gele kaart krijgt? Dat is Aerts dan die de penalty veroorzaakte. Ja, ja, je moet je mond dicht houden tegen de scheidsrechter, klaar. Ja. Nu zeg je, ik ben wel heel erg tevreden over het veldspel, dat mag denk ik ook. Want het is wel een gevolg van de systeemverandering die jij neergezet hebt. Vooral dat blokje met Jongman en Monster dicteert eigenlijk gewoon heel de wedstrijd. Nou ja, ik vind het leuk dat je erover begint. Ik vind het ook fijn dat je het aangeeft. Deze twee jongens kunnen zo fantastisch voetballen en die spelen ertussen en daar hadden zij absoluut geen antwoord op. En daarom is het dan jammer dat je met zo'n manier van spelen en steeds met, vergeet niet, Navajas, Sanchez en Winterberg die daar ook nog eens bij, het was 4-3 op de midden, ja. Dat je dan probeert dat uit te buiten tot nog meer kansen en het liefst natuurlijk goals. Nu blijven jullie vijfde, gezien de andere uitslagen. Kun je er achteraf tevreden mee zijn of ben je bang dat je nu echt de aansluiting met de echte top kwijt bent? Nou, Jorrit van Tricht van het AD die zei een goeie. Hij zegt, hij belde woensdag al van, ik zei, ik wil wel graag winnen, want dan ga je goed de winterstop in. Hij zei, maar mag dat dan je tevredenheid over die andere 15 wedstrijden te niet doen? Ik zei, nou, dat vind ik een goede vraag van je. Eigenlijk niet, maar ik sta hier toch wel met een vervelend gevoel, ja. En wat overheerst dan het meest vervelende? Je zegt, ik heb alleen maar invloed op onszelf. Wat overheerst het meest, vooral de scheids dan, toch dat vervelende gevoel? Ten aanzien van dat vervelende gevoel. Ja. Nou, wat overheerst is dat ik verloren heb. En de scheidsrechter nog maar. Wij moeten zorgen dat we niet afhankelijk zijn van scheidsrechters. Nee. En als je niet afhankelijk bent van scheidsrechters, betekent dat je nog beter speelt. En dat de tegenstander niks anders kan doen dan eigenlijk zeggen van, we waren minder. En de scheidsrechter, dat kan. Ik zal hem ook nog eens een keer mee hebben. Ik bedoel, nogmaals, dat is zo. En dat het dan uiteindelijk ook nog leidt tot een verlies, dan maakt het dubbel zo vervelend. Maar nogmaals, wat overheerst is, en dat heb ik gezegd, we moeten wel tellen wat we hebben. En we spelen deftig voetbal en we proberen naar voren. En we hadden tot aan vandaag, waren we maar 4-3 ploegen die minder tegengoals hadden dan wij. Ondanks onze speelstijl. En we zijn ook de vierde scorende ploeg. Nou ja, goed. Ik denk dat mensen ook iets willen zien. En daar sta ik in ieder geval voor en mijn ploeg ook. En ik heb ze ook een compliment gemaakt voor hoe ze bezig waren. Ik ga alleen wel met een pokkengevoel de kerst in.